Welkom bij de Lockdown. Ik ben Jeremy Crosmith vanuit de Lockdown in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over de relatie tussen de staat en de mensen die in dit land wonen. De overheid is een nieuwe app aan het ontwikkelen die moet helpen bij de bestrijding van de corona-uitbraak door het mogelijk te maken om contacten van geïnfecteerden te traceren. Er is veel kritiek op de app en de manier waarop de ontwikkeling ervan tot stand komt, zoals we zullen horen. Hierover hebben we dinsdag 22 april gesproken met Lotte Houwing van Bits of Freedom. Dit neem ik op woensdag, de dag daarna. En in 24 uur zijn er al veel belangrijke ontwikkelingen. Het huidige plan voor de ontwikkelingen van de app wordt namelijk stopgezet. En er wordt nu opgepakt door het ministerie van Volksgezondheid. Waarna er over 4 weken zal worden getoetst op basis van epidemiologische eisen door het RIVM, virologen en epidemiologen of de app echt gebruikt gaat worden. Minister De Jonge zegt rekening te gaan houden met informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie. Ook zal er getoetst worden of de app überhaupt wenselijk is en of het geen ongewenst maatschappelijk gedrag gaat veroorzaken. Bijvoorbeeld werkgevers of bedrijven die hun werknemers of klanten verplichten de app te installeren. De Jonge overweegt een wettelijk verbod hierop. Kortom, er lijkt gehoor gegeven te worden aan belangrijke delen van de kritiek die we in het interview zullen horen. Goed nieuws dus. Desalniettemin zal het belangrijk zijn om dit proces goed te volgen, om te garanderen dat het niet blijft bij mooie woorden. Het wordt dus steeds duidelijker dat beslissingen in deze tijden, misschien wel meer als anders, openstaan voor kritiek. Dit is immers voor beleidsmakers natuurlijk ook allemaal een nieuw speelveld. Dit is bemoedigend. Maar we zijn er nog niet. Zoals we in het interview zullen horen, zijn er nog genoeg wolven op de loer. Platforms als Google, Facebook, Amazon willen maar al te graag deze crisis gebruiken om hun nieuwe surveillance technieken te normaliseren. Een nieuwe fase van surveillance kapitalisme, zoals Shoshana Zuboff het noemt, ligt op de loer. Wat mij steun geeft is een citaat van oppercultuurmarxist Antonio Gramsci. Pessimism of the intellect, optimism of the will. Blijf kritisch, maar houd vooral hoop. Hessel, wat geeft jou hoop in deze tijden? Ja, Jeremy, dank je. In het kader van hoop en vrees, wat mij is opgevallen, is dat na de eerste verbintenis door het crisisgevoel, dat het gevoel van verbintenis wel een beetje weg begint te ebben. En dat zo'n gebeurtenis mensen niet automatisch meer solidair of humaner maakt. En ik denk dat dat het beste te zien is bij machthebbers overal ter wereld. Maar ik denk wel dat deze crisis zeker een mogelijkheid kan bieden om tot een meer solidaire samenleving te komen. De crisis als mogelijkheid, het idee heb ik de afgelopen tijd veel naar voren horen komen. Met name gekoppeld aan Naomi Klein, die het boek The Shock Doctrine schreef over hoe crisis gebruikt worden om hervormingen door te voeren. En dat rechts eigenlijk altijd een wensenlijst klaar heeft liggen. Met maatregelen die ze niet zomaar in normale omstandigheden door zouden kunnen voeren. En dat een crisis dus een uitzonderlijk moment biedt om dat te doen. Daartegenover denk ik dat wij ook een wensenlijst van links moeten hebben en die momenteel na zouden moeten streven. Want als wij dat niet, als ons dat niet lukt, dan zal het een rechtse wending nemen. Dus ik denk bij een linkse wensenlijst dan aan het direct stopzetten, terugdraaien van bezuinigingen op de gezondheidszorg, herinvesteren daar, meer controle op de farmaceutische industrie. Bestaanszekerheid, wat nu zo onder druk komt te staan voor grote groepen mensen in de vorm van goede contracten, eerlijk loon naar werk. En als laatste grote punt zie ik met de enorme aantallen geld die nu vrijgemaakt worden, dat het een uitzonderlijk goed moment is om die andere grote crisis die dreigt, de klimaatcrisis, om die aan te pakken met dit geld door een groene energietransitie om daarin te investeren. En één groep in Nederland die
Nou, in Nederland zijn een aantal mensen die zulke voorstellen gedaan hebben. Een artikel wat op bio.nl verscheen van Paul Mepsje, Willem Bos en Jan Stutje. Zet een aantal maatregelen, mogelijke maatregelen hiervoor uiteen. Wat wel zo is, is dat gevestigd links erg afwezig blijft in deze discussie. Er is heel veel positief gereageerd op de aanpak van Rutte. Ik denk dat wij hier echt wat te doen hebben, omdat anders alle perspectieven op hoop niet de waarheid zullen worden. Ik denk dat een ander aspect waar we goed naar moeten kijken is van wat voor samenleving zijn we precies. En komt het overeen met het beeld wat we van onszelf hebben? Deze crisis, iemand gaat er op een gegeven moment voor op moeten draaien. De afgelopen decennia, is dat binnen of buiten crisis altijd gebeurd. Afgewend op de normale bevolking. En ik denk dat we terug moeten naar de tekentafel en bedenken hoe we dit systeem in willen richten. Zodat je in Nederland in de jaren 70 een hoogste belastingsschijf van 72%, dat ongeveer voor 5% van de bevolking gold. Tegenwoordig is dat 52%, terwijl de directe gebruikersbelasting omhoog is gegaan, die arme mensen onevenredig treft en dat soort dingen. Dus waar de sterkste schouders steeds minder de zware lasten zijn gaan dragen. En waar rechts het nog steeds door probeert te voeren met discussies de afgelopen 2 jaar over verlaging van de winstbelasting. Maar ook Nederland die zichzelf positioneert als aantrekkelijk voor multinationals die de belasting in de plek waar ze geld verdienen willen ontwijken. Dus Nederland als belastingparadijs. En ook Nederland als tegenhouden van maatregelen om multinationals in te perken. Zo'n systeem, de vraag is heel erg, willen we daarmee door? Als we momenteel geen verandering brengen in de koers die we aan het varen zijn, dan zullen zulke maatregelen verder doorgevoerd worden in deze tijd. En als zulke maatregelen eenmaal genomen zijn, dat is ook iets waar we het zo meteen met onze gasten over gaan hebben, dan zijn zulke maatregelen enorm moeilijk terug te draaien en zullen mensen die de keuze gemaakt hebben niet zomaar zeggen van uit goedheid van de crisis is voorbij en wij gaan wel weer een groot deel van de lasten op ons nemen. Dus ja, de normale bevolking en met name kwetsbare groepen worden al enorm door deze crisis geraakt. En dat zal alleen maar toenemen de komende tijd. Als die wensenlijst van rechts wordt doorgevoerd. En we niet voor elkaar krijgen om te ontsnappen uit de dominante framework. Waar we de afgelopen tijd hebben gezeten. Ja, we moeten doorgaan met ons inbeelden hoe we een rechtvaardige wereld vorm zou kunnen geven, hoe die eruit ziet. Blijven beseffen dat dit een mogelijkheid is, een mogelijke uitweg uit deze crisis. En zowel grote als hele concrete eisen blijven stellen. En ons op dagelijkse basis in blijven zetten voor veranderingen op grote en kleine schaal. Dus mijn conclusie voor mijn hoop en vrees is wel dat na de eerste golf van de gezondheidszorgcrisis, dat we nu aan zijn beland bij een tweede gedeelte waarin de hoop is op een beter systeem. Maar de vrees zeker bij mij bestaat dat er geen progressief antwoord op deze crisis geformuleerd gaat worden of verwezenlijkt gaat worden. Oké, terug naar jou, Jeremy. Nou, dankjewel, Hessel. We gaan vandaag met Lotte Houwing spreken over privacy, over burgerrechten. Lotte is beleidsadviseur en onderzoeker bij Bits of Freedom. Ze richt zich vooral op de relatie tussen de staat en de burger en machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. Ze werkt aan dossiers over de geheime diensten, over de sleepwet, opsporingsbevoegdheden van de politie. Ze zet zich in voor de bescherming van de burger tegen misbruik van deze macht. Dus de perfecte gast om te praten over de nieuwe corona-app.
De ontwikkelingen die gaan heel snel. Dus heel tijdgevoelig interview. Dus het is handig om te zeggen, we nemen dit op dinsdagmiddag 21 april op. Hopelijk zijn dingen nog niet zo snel veranderd dat ons hele gesprek compleet achterhaald blijkt. Maar ik vermoed van niet, omdat we ons best gaan doen om naar aanleiding van deze corona-app ook meer fundamentele dingen te bespreken die met betrekking tot relatiestaat en haar onderdanen. Lotte, hoe gaat het met je in deze corona-tijden? Hey Jeremy en Hessel, dankjewel. En allereerst bedankt voor de uitnodiging om mee te mogen doen aan jullie show. Heel erg leuk. Ja, met mij gaat het naar omstandigheden wel goed. Ik ben gezond. Ik kom toe aan hobby's waar ik eigenlijk eerder niet aan toe kwam. Dus dat is dan wel weer een soort van positieve kant hiervan. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg momenten waarop ik denk, holy shit, wat gebeurt er allemaal? Ik ben hier op het Bits of Freedom kantoor. Zoals jullie zien, voor de mensen die kijken, het is hier helemaal leeg. Dat soort dingen zijn gewoon allemaal natuurlijk heel erg anders. En naast dat het zorgt voor leegte en gedwongen rust, is het anderzijds, vooral binnen mijn werk natuurlijk, ook juist heel erg druk. Zoals je al zei, houd ik mij binnen Bits of Freedom bezig met surveillance. En ook bij Bits of Freedom als organisatie volgen wij uiteraard kritisch wat er nu gebeurt en wat voor maatregelen er allemaal worden genomen. Dus je snapt dat juist in een crisissituatie als deze er voor mij en ons als organisatie veel te doen is. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is erg duidelijk dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om iets aan de coronacrisis te doen. Zoals net al hadden, komt de overheid met een app om te proberen om hier iets aan tegen te doen. Ze willen ervoor zorgen dat mensen die app gaan installeren en dat het dan mogelijk is om... Mocht je contact gehad hebben met iemand die in jouw buurt gekomen is, die de coronavirus heeft, dat jij daarover op de hoogte gebracht kan worden via zo'n app. Dat is ongeveer wat ons is verteld. Maar er is veel kritiek geweest op het opzetten van zo'n app om dat contact tracing te doen. Zo ook van Bits of Freedom. Waar jij werkzaam bent. Maar niet alleen van Bits of Freedom. Een hele sloot aan organisaties hebben zich samen met jullie hebben een oproep gepubliceerd. Genaamd Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten. Met niet de kleinste organisaties wat betreft privacy en mensenrechten, zoals naast Bits of Freedom zelf, ook de Waag en Amnesty en andere toonaangevende individuen op dit gebied. Die oproep is te vinden op veiligtegencorona.nl. Kun je vertellen wat daarin staat en waarom jullie deze oproep hebben gemaakt? Ja, zeker. Ik zou het hier een beetje kort houden, want het is best wel een uitgebreid verhaal. En voor iedereen die daar meer over wil weten, neem dus vooral even een kijkje op veiligtegencorona.nl. Wij hebben deze oproep gemaakt en online gezet eigenlijk zodra we hoorden dat de Nederlandse overheid ook onderzoek wilde doen naar de inzet van een zogenaamde contact tracing app. Wij en veel anderen met ons vonden dat een erg ingrijpende maatregel. En zien daar ook een groot risico in onze rechten en vrijheden. Nu begrijpen we ook wel dat we in een crisissituatie zitten. En dat er dus ook maatregelen nodig kunnen zijn die ook erg ingrijpend kunnen zijn. Maar juist dan moeten we extra scherp zijn op dat die maatregelen onder de juiste voorwaarden met een juist proces genomen worden. En Bits of Freedom heeft toen in een brede gelegenheidscoalitie van inderdaad meer dan 45 organisaties en experts nagedacht over, als je dan nadenkt over zo'n eventuele contact tracing app, wat zijn dan die voorwaarden waar het aan zou moeten voldoen? En daar kwam een manifest uit met 10 voorwaarden.
En in het kort komen die erop neer dat de app maar één doel mag hebben. En dat is het onder controle krijgen van het virus. En er moet dus gezorgd worden dat het daarna, maar ook tijdens, niet voor andere doelen gebruikt mag worden. Het moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en een bewezen bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus. De app moet worden ontwikkeld op basis van expertise en onder toezicht staan van onafhankelijke deskundigen. De inzet van de app moet per definitie tijdelijk zijn en dus gestopt worden zodra het gebruik ervan niet meer noodzakelijk is of als blijkt dat het dus niet effectief is. De gegevens die worden gebruikt mogen niet tot individuen herleidbaar zijn. Er moeten zo min mogelijk gegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen niet centraal worden opgeslagen. De app moet veilig zijn en bestand tegen misbruik. Het moet gebruiksvriendelijk zijn en toegankelijk. En het gebruik ervan mag nooit onder dwang van overheid of derden zijn. Dus ook niet van bijvoorbeeld je werkgever of de beveiliging die bij de deur staat van de plek waarin je dit doet. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat wij voorstander zijn van de app of dat wij gaan meewerken om er een te ontwerpen. Het wil eigenlijk alleen zeggen dat als blijkt dat een dergelijke app noodzakelijk is en het is effectief in de bestrijding van het virus en we kiezen er een goed proces voor om een dergelijke app te gaan implementeren, dat die aan deze voorwaarden moet voldoen, omdat wij ons er anders zeker tegen zullen verzetten. Ja, ja, duidelijk. Ja, de vraag of de app een echte oplossing is voor dat contact traceren, die staat nog open, die vraag. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Kun je vertellen over de meest recente ontwikkelingen? Er is een hackathon geweest afgelopen weekend, waarin allemaal verschillende partijen apps live aan het ontwikkelen, zeg maar. Wordt gelivestreamd. Allemaal bedrijven waren dit weekend aan het hacken om de boel zo snel mogelijk aan de praat te krijgen. Wat is er uitgekomen? Ja, nou, dit is dus het proces waar we best veel kritiek op hebben, omdat het echt enorm haastig gaat. Maar om even een stapje terug iets meer bij het begin te beginnen. Mm-hmm. Het ministerie van Volksgezondheid Volksgezondheid heeft opgeroepen om voorstellen voor apps in te sturen. Daarvoor kregen mensen een paasweekend de tijd. Er waren heel veel inzendingen, maar heel veel inzendingen die eigenlijk ook zeg maar, niet aan de opdracht voldeden. Of dat kon op voorhand al wel schriftingen worden gemaakt. Maar uiteindelijk is er een shortlist gekomen met 7 apps. Maar eigenlijk ging het opstellen van die shortlist al best wel gek. Er zijn veel experts die meewerkten aan het beoordelen om van die hele lange lijst inzendingen uit dat paasweekend een selectie te maken. En er zijn 7 apps op een shortlist beland. Maar er staat bijvoorbeeld 1 op waarvan meerdere expertgroepen hadden gezegd, nou, die voldoet volgens ons niet aan de criteria of die eigenlijk afgekeurd is. En dus daar zijn eigenlijk al heel veel dingen een beetje gek gegaan. Maar oké, shortlist 7 apps. Die zijn doorgegaan afgelopen weekend naar een zogenaamde appathon. En dat kwam eigenlijk neer op dat voor een livestream de 7 clubjes die een app hadden gemaakt een idee moesten pitchen. En dat experts allerlei vragen konden stellen. Mensen konden ook vragen instellen of insturen. En dat werd dan over de livestream met een presentator, werd dat online gezet en dat kon je dan volgen. Nou ja, erg hip allemaal, erg agile. Maar uiteindelijk was het voornamelijk een enorm gehaast en chaotisch proces met onvoldoende ruimte voor het stellen en al helemaal beantwoorden van meer fundamentele vraagstukken, zoals willen we überhaupt overgaan tot zo'n app? Is dit nou eigenlijk effectief in de bestrijding van het virus? Wat zijn de gevolgen ervan als we dit gaan inzetten voor de maatschappij? Het leek eigenlijk wel alsof er van onze fundamentele rechten een soort spelshow werd gemaakt die je dan op YouTube kon volgen. En meerdere experts die mee zouden doen in de beoordeling van de apps hebben zich om deze reden dan ook al teruggetrokken. En je ziet het ook terug in het advies van de autoriteit persoonsgegevens, wat ze na dat weekend online hebben gezet.
de autoriteit persoonsgegevens is eigenlijk een beetje de handhavende autoriteit waar het aankomt op onze privacywetgeving. En die moest ook de apps beoordelen of ze daaraan voldoen. Maar die heeft eigenlijk gezegd dat het ministerie onvoldoende kaders heeft gesteld en de apps nog onvoldoende uitgewerkt zijn om überhaupt zo'n beoordeling te kunnen maken. En dat ze dat dus nu ook niet doen. En zelfs onze veiligheidsdiensten hebben hun zorgen over het proces uitgesproken. Vanmiddag was er een technische briefing waarin ook weer naar voren kwam dat er nog erg veel fundamentele vragen onbeantwoord zijn gebleven en dat het proces ook wel erg haastig gaat. En vanavond is er een persconferentie waar we, als het goed is, meer gaan horen. Spannend. Ja, ja, zeker. Ja, dus deze aflevering zal naar buiten komen vlak na, of de dag na die persconferentie. Dus, Cliffhanger. Ja, super spannend. Ik ben erg benieuwd wat daar uitkomt. Maar we zullen wel via sociale media de boel een beetje blijven updaten. Ja, ik wil ook wel een stapje terug doen om te kijken. Ja, is er in deze coronacrisis of er een afweging te maken is tussen massa-surveillance en corona? Is er een valse tegenstelling tussen die twee? Er wordt gesuggereerd dat we massaal onze privacy moeten inleveren om goed contacten van geïnfecteerden te kunnen traceren. Klopt dat? En zijn er ook manieren om contact te traceren die minder privacygevoelig zijn, vraag ik me dan af. Zijn er andere landen die dit anders aanpakken als in Nederland? En wat weten we eigenlijk over de effectiviteit dan van die verschillende methodes? Kun je daar meer over vertellen? Je ziet wel dat met name privacy wordt vaker in een valse tegenstelling gezet. Ik kom het heel vaak tegen in tegenstelling tot veiligheid. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren en om te onthouden dat we niet hoeven kiezen. En dat we ook recht hebben op allebei. En dat is ook mede waar onze voorwaarden voor een app vandaan kwamen. Het zou ook op een goede manier gedaan kunnen worden. En daarnaast moet je natuurlijk wel altijd de vraag blijven stellen of zo'n ingrijpende maatregel überhaupt wel nodig is. Of het niet anders kan om allebei te kunnen krijgen. Zo zie je bijvoorbeeld dat in Nieuw-Zeeland nu mensen opgeroepen worden om een analoog dagboek bij te houden. Met wie en waar ze hoe lang contact hebben gehad. En dat is eigenlijk een hele simpele oplossing. Daar komt helemaal geen app bij kijken. Maar de gegevens, als die uiteindelijk nodig blijken te zijn, worden wel verzameld. Het laat zelfs misschien wel mogelijkheden voor meer gegevens, omdat je zelf makkelijker kunt opschrijven wat de soort intimiteit van het contact was, of de kwaliteit, wat met een app soms veel moeilijker te doen is, omdat het enkel zou gaan om afstand. Maar ik ben zelf wel erg voorzichtig met uitspraken doen over de effectiviteit van de verschillende maatregelen op basis van de vergelijking met de situatie in een ander land. Het is namelijk erg moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat er een hele set aan maatregelen wordt genomen in elk land. En alle maatregelen ook weer in een bepaalde context worden genomen. En het is dan erg moeilijk om iets te zeggen over het effect van één van de maatregelen die ergens worden genomen. En wat het effect van diezelfde maatregel dan zou zijn in combinatie met andere maatregelen of in een ander land waar de context waarin die maatregel wordt genomen simpelweg anders is. In Nederland lijkt de roep vooral voor te komen uit de druk die ontstaat bij de handmatige contact tracing zoals dat nu gaat bij de GGD. Dat is begrijpelijk. De GGD was natuurlijk ook niet voorbereid op wat nu allemaal gaande is. Maar we zien wel dat vanuit daar eigenlijk in een razend tempo de stap wordt gemaakt naar technologie. Technologie moet hier de oplossing voor zijn. Het gebeurt nu handmatig, er staat een grote druk op, dus technologie. Maar er is eigenlijk nog geen bewijs dat zulke apps daadwerkelijk effectief of zelfs wenselijk zijn. Of wat de gevolgen ervan zijn voor de maatschappij. In deze discussie worden door mensen veel verwezen naar Zuid-Korea. Maar we moeten absoluut niet vergeten dat het enerzijds daar gepaard gaat met veel meer testen dan we in Nederland doen. En dat je daarom de effectiviteit van de maatregel daar niet los kunt koppelen van het testbeleid. En anderzijds gaat het daar gepaard met veel ingrijpender controle. Er is
sprake van opgelegde quarantaine, waar ook vanuit de overheid controle op plaatsvindt door middel van locatiebepaling, maar ook door middel van telefoontjes en bezoekjes vanuit de overheid. Dus ik denk echt dat we voorzichtig moeten zijn met pleiten voor het introduceren van maatregelen, omdat het ergens anders ook werkt. Omdat je ook niet altijd helemaal overzicht hebt waar je dan voor wenst. Omdat maatregelen niet op zichzelf komen. Ja. Ja, zo is er ook een hele low-tech oplossing in Zuid-Korea, waar ze waar het gebruik van mondkapjes heel erg geaccepteerd en genormaliseerd is. Ook buiten coronatijden, als je griepje had, is het heel normaal om, is het heel sociaal om mondkapje op te doen. En dat, ja, het is wel duidelijk dat het gebruik van mondkapjes heel belangrijk is om, om de verspreiding tegen te gaan. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen welke van die maatregelen, zoals je zegt, precies de doorslaggevende factor is daarin. En die afwegingen tussen privacy en onze gezondheid, die moeten zeker niet vergeten worden. Ik wil tussendoor even zeggen, we spreken nu met Lotte Houwing van Bits of Freedom in de lockdown. Vind je dit een interessant en belangrijk gesprek? Deel dit dan op de sociale media. We zitten op Facebook, op Twitter, @TheLockdown. We hebben ook een podcast, zitten op iTunes of Spotify. Maar we zijn ook gewoon ouderwets via een RSS-feed te vinden op thelockdown.nl. We zijn niet helemaal afhankelijk van de platforms. Dus ga zeker ook daarheen. Maar terug naar Lotte. Ik ben benieuwd of jij enige vorm van, of jij een rol ziet voor enige vorm van surveillance in een dergelijke crisis. Je zegt dat we het voorzichtig moeten zijn met techno-fixes, maar wat voor technologie zou een oplossing kunnen zijn? Je gaf hem wel een beetje weg. mijn voornaamste standpunt is toch echt wel dat we voorzichtig moeten zijn met dergelijke technofixes. Ik geloof dat alle problemen, en dan eigenlijk met name die we nog niet helemaal begrijpen of meteen aankunnen, wel even met technologie op te lossen zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te bedenken dat waar we hier mee te maken hebben, is in eerste instantie een gezondheidscrisis. En surveillance is geen medicijn. En dat maakt het dus ook niet direct een logische oplossing voor dit probleem. Technologie kan een oplossing zijn, maar om te bepalen wat de beste oplossing is voor problemen en hoe die eruit zou moeten zien, moet eerst het probleem helder in kaart worden gebracht. En dan kan er een inventarisatie worden gemaakt van wat zijn dan logische en mogelijke oplossingen. En bij die oplossingen kan technologie dan een rol spelen, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. En er moet ook bij de oplossingen worden gekeken van wat zijn de risico's hiervan voor een maatschappij en wat zijn de nadelen die erbij komen kijken. En daar moet dan aan tegemoet gekomen worden. En we moeten zeker niet zonder al die stappen te nemen naar technologie rennen en de effecten van op de maatschappij daar maar verliefd nemen. Ja, er zijn hele simpele oplossingen te vinden buiten de technologie. Bijvoorbeeld investeren in de zorg die we nodig hebben. Aannemen van mensen voor contactonderzoek. Allemaal dingen die heel op veel plekken gebeuren. Heel logisch zijn om te doen eigenlijk. Inzet van mondkapjes of dat normaliseren, zoals we in de eerdere afleveringen ook al benoemd hebben. Genoeg dingen die we kunnen doen. Ik wil ook even hebben over een ander issue. Namelijk het risico van mission creep, zoals het wel eens wordt genoemd. Stel, er wordt een fantastische app ontwikkeld die aan veel van jullie voorwaarden voldoet. Voor een ogenschijnlijk rechtvaardig doel. Is er ook een risico dat het een eigen leventje gaat leiden? Dat als de acute dreiging eenmaal voorbij is,
dat het dan ergens anders voor gebruikt gaat worden. Jullie zeggen al, het moet meteen, een van jullie voorwaarden gaat hier denk ik ook al op in. Ken je misschien voorbeelden van technologie of waar dit in het verleden ook al gebeurd is, zodat mensen misschien een beter idee krijgen van de risico's van dergelijke mission creep? Ja, je ziet het eigenlijk wel vaker. En met name bij surveillance of repressieve maatregelen is dit iets dat speelt. En ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. We moeten ons realiseren dat alleen al door bepaalde maatregelen als optie te bespreken, het idee al een beetje genormaliseerd wordt. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij het oplaten van proefballonnetjes. Dan is er altijd even hectiek, maar toch staat het dan wel ergens als optie op de kaart tenminste. En nog helemaal door bepaalde maatregelen in te voeren, of dat nou in een uitzonderlijke situatie zoals een crisis is of niet, gaat het wel tot eerder gebaande paden behoren. En wordt het altijd makkelijker om in nieuwe situaties, of die nou ook weer uitzonderlijk zijn of niet, om daarop terug te vallen, omdat het vertrouwder is voor mensen, het is al eens eerder gebeurd. Dus dan wordt daar gewoon eerder op teruggevallen. En als je het dan hebt over dergelijke mission creeps, dan het eerste voorbeeld dat mij echt te binnen schiet zijn camera's in de publieke ruimte. Ja. Toen dat begon eigenlijk, was er ook best wel wat weerstand tegen. Mensen vonden het best wel heftig dat er videosystemen op straat werden opgehangen waarmee het mogelijk was om mensen in de gaten te houden. En nu zie je eigenlijk overal, als je door de stad loopt, heel veel camera's hangen. En is het haast moeilijk om, in ieder geval in veel centrums, om een plek te vinden waarin dat niet zo is. En ook heel veel technologie die wordt geïntroduceerd met een bepaalde functie, eigenlijk een heel ander doel. Genereert daarnaast ook gegevens die dan bijvoorbeeld weer gebruikt kunnen worden voor opsporing, waarmee het naast de functie die het heeft ook een functie als surveillancemiddel krijgt. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan je pinpas of je OV-chipkaart. Die natuurlijk niet met dat doel zijn ontwikkeld en in jouw portemonnee beland. Maar die wel in het gebruik enorme datastromen achterlaten, die vervolgens weer gebruikt zouden kunnen worden om jouw bewegingen, jouw betalingen, noem maar op, in kaart te brengen. En we zien het trouwens nu ook al een beetje gebeuren. Een van de maatregelen die nu in de coronasituatie als het ware wordt genomen, zijn camerawagens. Die worden in Rotterdam ingezet als soort handhavingsmiddel om te kijken van, nou ja, zijn er nou veel mensen op straat? Hoe zit dat met het afstand houden? Dat soort dingen. En eigenlijk wordt er nu alweer door sommige mensen voor gepleit om dat vroegtijdig te gaan evalueren en kijken of ze dat niet gewoon erin kunnen houden. Ramon. Ja, nou, de overheid is natuurlijk niet de enige die proefballonnetjes de lucht in gooit. Andere organisaties staan daar ook bekend om. Dus ik denk aan Google met hun Google Glass en met Pokémon Go. Het zijn natuurlijk ook een soort van proefballonnetjes die op een bepaalde manier proberen het nieuwe normaal te creëren met betrekking tot hoe wij interacteren met technologie. Jij hebt recent een stuk geschreven over dat hij hieraan gerelateerd is. Google grijpt crisis aan om massasurveillance te legitimeren. Dat heb je gepubliceerd bij Bits of Freedom. Dus als mensen dat interessant vinden, kunnen ze dat op bitsoffreedom.nl gaan lezen. Kun je daar wat meer over vertellen? Grote techbedrijven als Google, maar ook bijvoorbeeld een Facebook, verzamelen al jaren grote, enorme hoeveelheden intieme gegevens over ons. Of we dat nu willen of niet. En op basis van die gegevens kan Google nu allemaal informatie geven over onder andere de veranderende mobiliteitsstromen. En dus ook de vragen beantwoorden of de mobiliteit van mensen daadwerkelijk veranderd is of niet. Hoe goed houden mensen zich aan de maatregelen door binnen te blijven?
En als mensen toch de deur uitgaan, wat zijn dan de dingen die ze doen? Dat kun je een beetje halen uit de bewegingspatronen van mensen. Die kun je dus afleiden uit die locatiegegevens. En dan kun je bijvoorbeeld zien van, oh, mensen maken veel dit soort rondjes. Of dit zijn locaties waar mensen heen gaan, zoals de supermarkt. Maar ook het strand. Dus daar kun je natuurlijk heel veel informatie uithalen. En die informatie kan zeker nuttig zijn in crisis als deze. Voor de overheid om bijvoorbeeld te kijken hoe goed maatregelen werken. En hoe goed die worden nageleefd. En of er meer nodig is of niet. Maar er worden dan ineens wel erg weinig vragen gesteld over de manier waarop Google die gegevens in de eerste plaats verzamelt. En wanneer de overheid gretig gebruik maakt van de informatie die bedrijven als Google en Facebook verzamelen, moeten we echt oppassen dat het gebruik daarvan daardoor niet gelegitimeerd wordt. En we moeten wel zeker vragen blijven stellen van, hey, deze informatie is misschien wel nuttig, maar waarom heb je dat eigenlijk? Zijn we daar eigenlijk wel oké mee? Dus ik denk dat we echt heel erg moeten oppassen voor een corona-washing van deze massasurveillance. Ja, corona-washing. Ja, daar moeten we zeker voor uitkijken. We gaan het ook absoluut hebben in de toekomst op deze show over big tech, over wat ik in de intro al noemde, surveillance-kapitalisme, surveillance-kapitalisme. Het is niet... Het is zeker niet alleen de overheid die hier van is. Grote bedrijven die Facebook, Amazon, Google, die hebben eigenlijk veel meer gegevens over ons als de overheid. En zijn er al lang heel veel mee aan het doen. Dus daar moeten we alert op blijven. Om af te sluiten ben ik erg benieuwd en misschien kijkers en luisteraars ook... als ze deze ontwikkelingen zorgwekkend vinden, als ze hier iets aan zouden willen veranderen, wat zouden mensen kunnen doen? Waar dat aankomt op Bits of Freedom, wij kunnen bestaan en ons werk doen dankzij donateurs. Dus we zijn altijd erg blij met steun. Maar dat heeft ook zeker andere vormen dan geld. Want liever doen wij ons werk niet alleen, maar bouwen we samen aan een sterke digitale rechtenbeweging. Je kunt ons steunen. Kijk op onze website om jezelf te informeren. Maar doe ook zeker je eigen ding. Uit je zorgen. Verzin acties. Ga de straat op. Laat je horen op een manier die bij jou past. Ja, tof. Ik weet nog een paar jaar geleden, toen op de verjaardag van... de schrijver van 1984, George Orwell, werden er allemaal verjaardagsgoedjes op allemaal videocamera's door de stad Utrecht geplaatst. Superleuke actie. Heel mooie manier om aandacht te bevestigen op die langzame creep van de manier waarop de publieke ruimte en onze privacy wordt afgepakt of wordt omgebouwd tot een surveillance. Plek voor surveillance. Stop the creep. Lotte, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage vandaag. Super interessant. We zullen de ontwikkelingen rondom de app blijven volgen. Mocht het allemaal doorgaan en doorgevoerd worden, ik hoop het niet. Zoals het er nu voor staat, ziet het er niet heel goed uit. De richting waar het op gaat. Maar mocht het gebeuren, zou het heel tof zijn om je weer een keer te kunnen spreken, om te kijken naar of onze angsten en vermoedens uitkomen. Dus hopelijk heb je dan weer een keertje tijd om dat met ons te bespreken. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het hiervoor en tot ziens. Nou, nogmaals, heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om er te zijn. Yes. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Hessel, wat voel je ervan? Jeremy, interessant. Wat mij het eerste direct opvalt is waar ik ook voor waarschuwde in het begin. Van pas op maatregelen die nu worden voorgesteld. Niet alleen worden doorgevoerd, maar ook worden voorgesteld, die
veranderen het bewustzijn, die openen wegen en die zijn achteraf lastig terug te draaien. En ik vond zelf het voorbeeld van Rotterdam, wat Lotte gaf, van surveillance trucks op straat. Daar werd in het begin een beetje belachelijk over gedaan dat China dat met drones deed. Werd op NOS toch echt wel in een bepaald daglicht gesteld van hey, kijk wat zij daar doen. Maar ja, in Nederland is het dan een andere machine en net wat meer onder de radar. Maar dat mensen direct beginnen te praten van hoe dat misschien verder ingezet kan worden. Dat is ontzettend interessant en zorgwekkend. Zeker ook met in achtname van hoe de afgelopen tijd arme wijken bijvoorbeeld in het nieuws zijn gebracht rondom corona. Nu met in Frankrijk de afgelopen 2-3 dagen enorme rellen in de banlieues. En die constant in de westerse media worden afgeschetst als zon. Als we eigenlijk permanente controle op alles en iedereen zou moeten zijn. Wat men zich niet kan gedragen. Dus dat is in Nederland zo'n ontwikkeling van permanente wagens op straat. Doet bij mij direct wel alarmbelletjes rinkelen. Ja. En jij nog bepaalde dingen die jou opvielen voor de komende tijd om op te letten zijn? Ja, ik ben zoals ik net al aan het einde zei, ik ben erg benieuwd naar hoe het gaat lopen allemaal. Of die kritiek die er nu is, of dat... ik vind het sowieso opvallend dat ze zo'n hackathon doen en dat ze dat livestreamen. Het is duidelijk dat ze het belangrijk vinden om een goede... op zijn minst te doen alsof ze transparant zijn. Transparant en handelend. Dat ze snel kunnen handelen, firm kunnen handelen. Dat is van Bolsonaro tot Trump tot Rutte. Dat krachtig handelen, dat is bij Bolsonaro dan een andere richting op. Maar het krachtig handelen lijkt belangrijker dan het goed overdenken van waar we nou precies mee bezig zijn. En welke structurele fixes er toegepast kunnen worden in plaats van die technologische shortcuts die dingen alleen maar ingewikkeld maken op de lange termijn. Ja, absoluut. Ja, dus dat lijkt me belangrijk om in ons achterhoofd te blijven houden en met die blik ook naar verdere ontwikkelingen te kijken. Wat hebben we nog meer in de aanloop? Over verdere ontwikkelingen gesproken, ja. Wij hebben nog meer interessante sprekers de komende tijd. We hebben onder andere van de FNV hebben we Kitty de Jong. Die actief is, lang actief in de gezondheidszorg. Veel daarover weet, over de impact die de bezuinigingen de afgelopen jaren hebben gehad. Mooie verhalen heeft hoe de inzet van zorgmedewerkers uiteindelijk het systeem nu draaiende houdt. En welke oplossingen daarvoor zijn. Verder gaan we praten over de gemarginaliseerde groepen zoals daklozen, hoe die te lijden hebben onder de coronacrisis, maar ook onder hun dagelijks leven in het Nederlands systeem met Jay-Z Veldhuizen van Bijeen. En we gaan binnenkort met Bond Precaire Woonvormen praten over de positie van huurders, van mensen die nu door de coronacrisis inkomen verliezen, maar hun huur wel door moeten blijven betalen. En nog meer interessante sprekers zullen de komende tijd toe worden gevoegd aan dit lijstje. Dus ik zou zeggen, blijf vooral de lockdown volgen op een manier die je het beste bevalt. En het zou ons enorm helpen als je de podcast luistert om dan te reviewen op iTunes of de podcast app die je luistert. Om ons te liken op YouTube, commentaartje achterlaten met hey, goed bezig of dat soort dingen. Dat helpt enorm met de verspreiding en de zichtbaarheid. Ja, absoluut. Dus neem nu allemaal een momentje om dat even te doen. Dat zou ons ontzettend helpen. En als je graag wil dat mensen om je heen ook kritisch gaan kijken naar coronacrisis, dit is een manier om die mensen met een andere bron van informatie in aanbraak te brengen. Dus nogmaals, hartstikke bedankt aan Lotte voor het bijdragen aan deze show. Hessel, thanks weer voor je belangrijke bijdrages. En iedereen bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende keer.